De telecommunicatievoorziening kende rond 12 uur vanmorgen een kleine onderbreking. Enkele mobiele diensten vielen uit en vanwege een stroomonderbreking in de telezuurcentrale te Ballona. Toen de stroom tegen 11:57 uitviel, ging de centrale automatisch over op de batterijbackup. Echter is door stroomschommelingen en tot nu toe onbekende redenen de generator niet ingekomen. Het gevolg was dat enkele mobiele diensten landelijk niet meer toegankelijk waren. Dat zegt Dorik Ramlakhan, technisch onderdirecteur bij Telesuur. De technici hebben hierop direct ingespeeld en om 12:15 vanmiddag was de storing verholpen. Het bedrijf is thans drukdoende de nodige maatregelen te treffen, zodat dit zich niet meer herhaalt.